Carnavalsvereniging Het Zwarte Schaap bestaat woensdag precies 55 jaar. Reden voor een feestje. In het Kolpinghuis wordt een hele speciale film vertoond met unieke beelden. Vanavond gaan wij Knotsenburg echt geschiedenis laten schrijven. Dat is het thema van het carnaval dit jaar, Schrijf Knotsenburg hier. We hebben een bijzondere film kunnen samenstellen over het carnaval toen, de jaren 50, 60 en zo nu is. Met dat helemaal geladeerd met hele mooie momenten van de stad Nijmegen. De beelden hebben we kunnen verzamelen vanuit de vereniging die we gevraagd hebben. Uit het ledenbestand wat we los hebben kunnen weken. En ook gewoon heel spontaan particulieren die aangeboden hebben. Mooi filmmateriaal, 8 mm, dvd's, gewoon mooie dia's en foto's door de jaren heen. En daarvan hebben ze een hele mooie compilatie gemaakt. Ja, die uitgemond heeft in 2x3 kwartier Knotsenburg. We gaan zien. 11-11-1963 uit inrichting verkeer in Nijmegen. Een hele mooie datum, hoe hebben ze kunnen bedenken. We krijgen Nico Grijpink te zien. John Bertien, markante figuur uit het Nimwegen. Niet te vergeten, Grades met zijn Marieke en zijn Sint-Stevenstoren. Maar we zien ook hele mooie beelden van ons Zwarte Schaap. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar het Zwarte Schaap alleen is niet het carnaval in Nijmegen. We hebben veel meer verenigingen. En we zien heel veel mooie momenten van al die verenigingen. Ook van het hele carnaval in Nijmegen. Zien we gewoon de revue passeren.